Justin, dat is een lekkere binnenkomen, zullen we zeggen. Ja, heerlijke wedstrijd voor ons. Dus, dit hadden we ons zo voorgesteld en dat lukt, dat is geweldig natuurlijk. Ja, wat was op voorhand het idee om dit ADO te bestrijden? Nou, eigenlijk gewoon de eerste 10 minuten hadden we ons voorgenomen de volle bak op te klappen. Nou goed, dat is aardig gelukt denk ik. Heerlijk dat je met 1-0 voorkomt. Ik denk dat we daarna gelijk de 2-0 kunnen maken. Maar we bleven zo doorgaan. Dat hebben we denk ik 35, 40 minuten volgehouden de eerste helft. Hebben ze helemaal weggespeeld eigenlijk. En sta je verdiend met 4-0 voor. Op vlak voor rust nog even een paar kansen weggegeven. Maar uiteindelijk gewoon uitstekende eerste helft van ons. Ja, Marco gaat na 5 minuutjes volgens mij achter die bal staan. Weet jij dan al hoe laat het is? Of? Ja, we kennen Marco natuurlijk. Of ik ken hem nog uit de eerste periode, niet met hem gespeeld. Maar ik heb een paar keer op de tribune hem dit ook wel zien doen. Dus we weten dat hij een heerlijke trap heeft. En dat hij hem zo binnenschiet, ja, is heerlijk natuurlijk. Ja. Dus even kijken naar de tactische de eerste helft. Ik vond jullie erg hoog staan, hoog druk zetten. Is dat ook wat wezenlijk anders is dan vorig seizoen? Ja, natuurlijk zijn er wat andere dingen. Ik denk ook dat we vorig jaar dat ook hebben geprobeerd. Het is hoe je het uitvoert, natuurlijk, daar valt een staat mee. Ik denk dat ons dat vandaag heel goed is gelukt. Wat de kwaliteit van ADO natuurlijk is, zijn heel gevaarlijk met voorzetten. Ja, dan probeer je zo ver mogelijk van het doel te houden. Dat is ons aardig gelukt, denk ik. Ja, dan heb ik je trainer een aantal keer gesproken in de voorbereiding. En die zei, we moeten onszelf meer gaan belonen. Dat is misschien een gekke vraag met 4-0 in de rust, maar was het zelfs niet een beetje het idee van jongens, we hadden wel 6-7-0 voor moeten staan? Eigenlijk wel. Als je alle kansen maakt, denk ik wel dat je weer met 7-0 de rust in kan gaan. Maar inderdaad, jezelf belonen dat je echt met een lekkere voorsprong de rust in gaat. Of het dan 4-0 of nog meer is, maar ik denk met 4-0 dan mag je gewoon tevreden zijn. En je moet zo'n wedstrijd killen en dan kun je de wedstrijd uitspelen. En dat is heerlijk. Ja, als we kijken naar een stukje fittheid, natuurlijk ook iets wat nu belangrijk is in deze fase en tijdens de voorbereiding. Heb je het idee dat je daar in ADO ook echt hebt afgetroefd? Ja, of dat fitheid is of kwaliteit of wat dan ook. Ik denk dat we vandaag gewoon een betere ploeg waren. Of dat met fitheid te maken had, geen idee. Ik denk, ik kijk meestal gewoon naar kwaliteit van voetbal. Ik denk dat dat uiteindelijk het belangrijkste is. Dat hebben we gewoon vandaag goed gedaan. Ja, in een kokend stadion. Hoe was dat? Ja, geweldig natuurlijk om al die gasten hier te zien. Zoveel support. En dan voor de supporters zo'n wedstrijd neer te kunnen zetten, ja, dat is mooi. Ja, 1 gedaan, nog 37 te gaan. Hè? Zo is het, is nog een lange weg. Ja, dankjewel, gefeliciteerd. Alsjeblieft.